Irene, na Olga Fatkulina ben je de beste van de wereld. Ja. Wat vind je van die constatering? Ja, dat is een mooie constatering. Dat is een mooie zilveren plak en ik ben er echt tevreden mee. Het was een goede race. De eerste ronde was net iets te langzaam. Want ik graag 27-7 of zo gezien. Of 27-8 in plaats van 28-0. Maar het was één vandaag duidelijk de beste. En dat was Fatkulina. En ja, ik denk dat de terechte winnaar is. Had je dat verwacht van haar? Nee, maar ja, goed. Nee, ik had haar niet in mijn lijstje staan. Van de andere kant, ja, ze rijdt natuurlijk voor haar eigen publiek. Ik weet niet, op thuisbaan. Dus wat dat betreft stijgt ze boven zichzelf uit. En ja, dat zie je wel vaker, zulke mooie verrassingen op een WK. Ja, dat doen ook meer Russen, die verrassen. Ja, klopt. Ja, dat hebben wij ook wel. Ik bedoel, vorige week bij de laatste World Cup finale was Nederland, was Nederland op en top. En ik denk dat dat toch een beetje het voordeel is van het thuisland. Maar ik denk dat ik gewoon heel tevreden moet zijn met deze tweede plek. Als je de rit van de winnares even analyseert, ze heeft geluk gehad met Hong Zhang. Nou ja, ze reed gewoon heel sterk. Ze opende heel sterk en ze reed onwijs sterk eerste ronde. Dus, ja, maar ja, ze werd getrokken daar op die kruising. Ja, maar ze deed het echt zelf. Dus nee, alle lof voor haar. Het was gewoon een geweldige rit.